In juli van dit jaar zijn drie gewapende mannen een filiaal van dierenwinkel Tom & Co. in Sint-Jans Molenbeek binnengestormd. Ze verplichtten de aanwezige klanten om op de grond te gaan liggen en hielden hen onder schot. En dat voor nog geen 180 euro. De daders zijn gemaskerd, maar misschien kan u hen toch herkennen aan de hand van hun kledij, hun postuur, hun ogen of hun manier van handelen. Dierenspeciaalzaak Tom & Co. ligt naast verschillende andere ketens vlakbij het station Brussel-West in Sint-Jans Molenbeek. Op maandag 27 juli opent de winkel om 9 uur 's ochtends haar deuren. 5 minuten later komen op de parking 3 in het zwart geklede mannen in beeld. Ze lopen voorbij de ingang en slaan het weggetje ernaast in. Hier houden ze halt en staan ze een tijdje te praten. Ze hebben alle drie een kap over hun hoofd en een zwart mondmasker of sjaal voor hun gezicht. Hun handen houden ze in de zakken van hun jas. Een van hen, met de grijze broek met zwarte linten, gaat op zijn eentje voorbij de ingang van de winkel. Wanneer hij terugkomt, overlegt hij met zijn kompanen. Ze wandelen naar het einde van het steegje en verdwijnen even uit beeld. Wanneer ze 40 seconden later terugkomen, gaan ze vastberaden op hun doel af. Ze aarzelen niet en lopen recht naar de ingang van de winkel. Ze trekken hun kap nog eens goed over hun hoofd. We zien hun blauwe plastic handschoenen. Maar ze komen bijna meteen terug. Ze wandelen opnieuw het weggetje af en blijven aan het einde staan. De man met de grijze broek begint in de struiken te zoeken. Hij blijft er een hele tijd mee bezig. Wanneer ze uiteindelijk terug deze richting uitkomen, lijkt het alsof hij iets wegsteekt in zijn jaszak. Dan loopt hij naar de struiken en raapt een houten palet op. De twee anderen kijken hoe hij ermee achter hen aankomt. De palet moet zo dadelijk dienen om de deur van de winkel te blokkeren. Vlak voor de overval is het rustig in de zaak. Er zijn maar drie klanten wanneer de overvallers met getrokken wapens binnenstormen. Ze roepen in het Frans dat iedereen op de grond moet gaan liggen. De klant aan de kassa doet dat meteen en ook de anderen volgen. De kassier houdt zijn handen omhoog. Hij moet de kassa openen. De overvaller met de grijze broek trekt één klant recht en brengt hem naar het achterste deel van de winkel, zo ver mogelijk van de rest. Ook de kassier wordt verplicht om op de grond te gaan liggen. De overvaller houdt hem onder schot. Daarna steek je het wapen in zijn broek en gaat naar de kassa. Op dat moment wil een nieuwe klant binnenkomen. Een van de daders richt zijn vuurwapen op hem en roept dat hij weg moet gaan. De klant zet het op een lopen. De kassier moet intussen weer recht staan, maar de overvaller stormt op hem af en slaat hem in zijn gezicht. De man wordt achter de toonbank geduwd. Nu moet hij de tweede kassa opendoen, maar die is leeg. Wanneer de overvallers er alle drie van overtuigd zijn dat er niets meer te rapen valt, zetten ze het op een lopen. De kassier en de klanten blijven in shock achter. Misschien heeft u meer informatie over de daders. Ik toon u nog eens de beste fragmenten. De eerste verdachte stond meestal achter de kassa. Hij is slank gebouwd. Hij droeg een zwarte vest met een kap en een zwarte Adidasbroek met het logo van voetbalclub Real Madrid. Hij heeft donkere ogen en donkere wenkbrauwen. De tweede joeg de klant weg en sloeg de kassier. Hij droeg een training van het merk Nike met het logo van FC Barcelona en zwart-witte sportschoenen van het merk Essex. De derde man tot slot nam de palet mee. Hij droeg een grijze broek met zwarte linten, een zwarte jas met kap van het merk North Face en grijze sportschoenen van het merk Essex. De drie verdachten spreken Frans. Met al uw tips kan u terecht op het nummer 0800 3300 of u kan ook mailen.